Bingo Town. Stel je voor, je werkt je vanaf niks helemaal op naar de top en dan krijg je te horen dat je over 3 jaar doodgaat aan ALS. ALS, een spierziekte. Wat zou jij dan doen? In deze dinsdagtip heb ik de DVD-box van Empire, een nieuwe serie die dus op het eerste seizoen is op DVD uitgekomen, waarin deze vraag dus naar voren gaat komen voor de hoofdpersoon Lucius Leon. Nou, het is de eerste keer dat we op Bingo Town een DVD-box gaan reviewen, of een DVD, het verhaal eigenlijk. Zoals je kunt zien zit ik ook in een andere setting, ik zit nu momenteel thuis gewoon, want onze studio ligt momenteel opgebroken bij Newbie in Amsterdam. Dus voorlopig doen we even de dinsdagtips weer thuis en ik heb dus vandaag de Empire DVD-box met 3 of 4 discs erin en nog een hoop extraatjes. En ik ben benieuwd wat jullie vinden van het feit dat we dus dit keer geen gadget doen, maar iets anders dan een, wat we normaal gesproken doen. Dus in dit geval een DVD-box reviewen. Want eigenlijk het woordje dinsdagtip staat niet per se voor een gadget. Maar het kan gewoon alles zijn wat een tip vanuit ons is. Dus vandaar de Empire DVD-box. En als je zelf nou zo'n box wil winnen, moet je vooral blijven kijken. Want aan het eind van deze video ga ik er 5 namens Bingo Town mogen weggeven. Dus check dat vooral en blijf even lekker kijken als je benieuwd bent wat het nou precies is, Empire. I started selling drugs when I was 9 years old. I did it to feed myself. But it was music that played through my mind that kept me alive when I thought I was gonna get shot. And it was the lyrics that I dreamt about that kept me warm while I was sleeping in the streets. Music saved my life. You got ALS. No, I don't. Yeah, you do. How long I got? 3 years, most likely less. I want Empire to be here long after I'm gone. I need to start grooming a successor. And it can only be one of you. Put your heart and guts into this company. Which makes me the most qualified to run the company, Dad. You never pick me anyone. Way too much homophobia in the black community. Your sexuality? That's a choice, sir. You know he's gonna leave it all to Akeem, don't you? You need to get your act together. I'm working on new stuff now, you know that. You ain't worked a day in your life and you know that. Nou, voordat we deze bad boy gaan openmaken, gaan we natuurlijk eerst even kijken wat het verhaal nou precies is. Hè? Waar gaat de serie over? De hoofdpersoon van de serie, Lucius Leon, is eigenaar van Empire Entertainment. Dat is een groot hip-hop en entertainment bedrijf. Maar wanneer hij te horen krijgt dat hij ALS heeft, dat is een spierziekte, moet hij dus een van zijn 3 zonen, die eigenlijk niet helemaal klaar ervoor zijn, geen een van die 3... moeten dus een keuze gaan maken wie gaat het bedrijf overnemen en wie kan zorgen dat het bedrijf ook blijft staan als hij dus er niet meer is. Daarnaast heeft hij nog een best wel crimineel verleden wat terugkomt en dat bedreigt natuurlijk zijn levenswerk. En zijn ex-vrouw en moeder van die 3 zonen, Cookie, komt uit de gevangenis. En ja, die wil natuurlijk ook een deel van het bedrijf en die wil deel uitmaken van het familieleven. En die neemt een stuk verleden weer met zich mee, dus dat is... kut voor hem. The way we manage the music at Empire is once we get a clear sense of what kind of song we want, we send it to Tim and his team and they send us demos. Once we agree upon the demo, we have to have either Jesse or Yaz come in and record the demo. Jim Beans comes in, who works with Timbaland, and he records our artists. In de serie Empire staat muziek ook heel erg centraal. Er wordt natuurlijk in de serie zelf opgetreden door de acteurs zelf. Die zijn natuurlijk allemaal artiesten in de serie voor het bedrijf van hun vader. Ze werken allemaal, het gaat allemaal een beetje door elkaar heen. Ze zijn allemaal dus een soort van hip-hop artiesten. Maar de serie zelf, de muziek van de serie zelf, wordt geproduceerd door Timbaland. En dan bedoel ik niet de schoenen, maar natuurlijk de producent slash artiest. En de muziek die volgt gewoon de serie. Je hebt natuurlijk, dit is echt typisch hip-hop. Je hebt dure auto's, je hebt veel geld, je hebt grote feesten en zo, weet je. Maar het mooie is dat dus ook de acteurs gewoon de liedjes zelf zingen. En dat vind ik zelf persoonlijk best tof. Want dan is het niet zo van, oh ja, ik speel alsof ik kan zingen, maar eigenlijk kan ik gewoon helemaal niet zingen. Your brother and I have been working hard to turn Empire into a publicly traded company. Now, part of us going public means ensuring a legacy for this company, and right now, it seems none of you are prepared to take over after I'm gone. Now, it won't happen today, nor tomorrow, but I will start grooming someone soon, and it can only be one of you. Eigenlijk het grootste probleem waar we nu dus mee zitten is dat iets moeten verzinnen. Ja, sorry. Het grootste probleem uit de serie is natuurlijk dat Lucius Leon doodgaat. Hij heeft ALS, hij gaat over 3 jaar gaat hij dood. Hij moet dus iemand uitkiezen van zijn 3 zonen die het over gaat nemen. En hij gaat dat doen door hun tegen elkaar op te zetten. Door te kijken wie is het, ja,
the strongest. Het gaat erom wie blijft als sterkste persoon over tussen die drie broers om het bedrijf over te nemen. This is my girl, Camilla. Pleasure to meet you, Cookie. Wish I could say the same for you. Come on, Cookie, don't be like that. Hakeem, it is obvious you're saying, oh, Camilla here. Because I wasn't around, but I'm here now, baby. You need to be dating girls your own age. Lucy's andere probleem komt dus in de vorm van een vrouw. Namelijk zijn ex-vrouw en natuurlijk ook de moeder van zijn kinderen, Cookie. Cookie die komt terug uit de gevangenis en die komt naar huis. Die wil natuurlijk weer deel uitmaken van de familie. Die wil eigenlijk ook wel een beetje haar eigen deel van het bedrijf. Maar natuurlijk, zoals elke moeder, wil ze ook gewoon het beste voor haar eigen zoon. In ieder geval, als je wil winnen, stuur dan eventjes naar... dat is mooi man, je staat hier beneden. Jouw MC-naam, jouw hip-hop-naam, jouw gangster-naam, gewoon je artiestennaam dus in deze scene. En de 5 leukste inzendingen via Twitter, die krijgen een DVD-box thuisgestuurd van The Empire. Zorg ook even dat je me volgt op Twitter, zodat ik sowieso de uitslag zet ik daarop. En daarnaast kan ik jou dan een DM sturen om je adres en shit te krijgen. En dan kan ik het natuurlijk sturen. Natuurlijk, dan moet ik het natuurlijk hebben, anders kan ik het niet heen sturen. Dat is logisch. Wees vooral lekker creatief en kom met gekke dingen. Alleen besef wel natuurlijk dat mijn naam, MC Mooiman, dat is bezet. Afblijven. Nou goed, dames en heren. Bedankt voor het kijken naar deze dinsdagtip. Hij was dus een beetje anders dan normaal gesproken dat jullie het gewend zijn. Maar ik wil vooral van jullie weten in de comments wat jullie hiervan vinden. We kunnen volgende keer een film gaan doen of iets dergelijks. We kunnen wat uitgebreidere dinsdagtips gaan doen. Dus niet alleen maar richten op een gadget, maar ook dus dit soort dingen erbij pakken. Ik hoor graag van jullie of het leuk vonden. Volgende week is, als het goed is, een van de andere jongens aan de beurt om een dinsdagtip te doen. We zijn bezig met nieuwe uploads. Het komt eraan, echt waar. We hebben nog andere toffe shit. We proberen zo snel mogelijk ook naar buiten te brengen waarom het allemaal zo lang duurt. Maar ja, vergeet natuurlijk niet te liken en je kan gratis abonneren hier beneden. En dan zie ik jou bij de volgende video. Tot dan, later.